Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 28 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb al pijntjes. Ik heb in mijn mond een aantal plekjes zitten. Het voelt een beetje alsof je bijvoorbeeld een heel scherp stukje eten hebt gehad. Maar wat echt een beetje puntig was. En wat dan een beetje wat plekjes heeft veroorzaakt. Zo voelt het aan. Dus dat doet zeer met eten, maar ook met tandenpoetsen. Dus ik probeer extra wel daar zeg maar goed te poetsen. Maar dat voelt een beetje naar aan. Mijn schouder doet een beetje zeer. Ik heb een beetje last van mijn keel en van mijn oren. Maar ik weet dat omdat dat met elkaar in verband staat. Als ik een beetje keelpijn krijg, heb ik het ook vaak in mijn oren. Dat weet ik. En mijn piercing doet een beetje zeer. Echt hier dat ringetje. Dat doet een beetje zeer. Dus die ga ik gewoon eventjes met douchen weer wassen met antibacteriële zeep. Dat doe ik ook altijd als het net gezet is. En dat is ook allemaal heel goed. En als ik dan een beetje last van krijg, doe ik dat. En vaak werkt dat wel. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal wel weer wegtrekt. Maar het doet nu een beetje zeer. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer naar Married at First Sight. Ik vind wel dat sommige dingen heel lang duren. Ik heb nu begrepen dat ze 5 dagen op huwelijksreis gaan. En je zit 3 weken naar een huwelijksreis te kijken om en nabij. Dus dat duurt best wel lang. Je ziet bij de meeste mensen nu ook wel weer dat ze teruggaan en de volgende stap beginnen. Nou ja, niet voor iedereen, omdat er al een paar huwelijken gewoon niet meer eigenlijk al een soort van geklapt zijn, zeg maar. Dat op zich is allemaal wel, het is op zich allemaal nog wel leuk. We gaan het allemaal wel zien hoe en het verder gaat en wat. Ik heb nog even het spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt en mijn foto's bewerkt. En toen ben ik nog even verder gegaan met het artikel van Essence. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Nog 2 afleveringen of 3? Nee, 3 volgens mij. Dan ben ik er alweer doorheen. Ik heb nog geen traan gelaten. Ik weet het niet waarom sommige mensen dan zo moesten huilen. Kan nog komen. En daarna heb ik Chantal gekeken. Dat was wel heel spannend. Het was de ene laatste aflevering. Dus vanavond daar de laatste aflevering van. Vind ik wel heel jammer. Ik vind het echt een hele leuke serie. Ik hoop dat er nog een seizoen 3 komt. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Toen ben ik ook wel vrij snel in slaap gevallen. Ik merk ook dat ik het weer wat kouder heb. Maar dat komt zo goed, want ik ga zo toch aan de schoonmaak. Ik heb mijn kwasten gewassen. Dat ga ik jullie nog eventjes laten zien. Dan ga ik hier eventjes poetsen. Ik wil straks ook even de flessen bij elkaar rapen. Die ga ik morgen allemaal inleveren. Is dat ook allemaal weer lekker weg. Dat ruimt ook op. En statiegeld is altijd leuk met korting op boodschappen, toch? Dat eigenlijk allemaal. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan laat ik jullie wel eventjes het kwasten wassen zien. Dan ga ik nu eventjes een muziekje aanzetten en gaan we aan de gang. Oké, ik ben klaar. Het ging eigenlijk allemaal heel lekker. Ik heb alles heel lekker afgenomen. Het ging eigenlijk allemaal helemaal top. Toen had ik even de flessen en zo bij elkaar geraapt. Maar toen deed ik net de slaapkamerdeur dicht. En toen viel dat fotolijstje waar dus het slabbetje in zit van die ik heb gekregen met Lentes geboorte. Die viel eraf. Dus ja, die was helemaal kapot, want het was echt glas.
En nu heb ik volgens mij een stukje glas in mijn vinger. Ik heb het wel geprobeerd er al uit te halen. Dus ik hoop dat het er wel uit is. Dus ik heb het net nog maar even gezogen. Misschien dat ik hem zo nog even met de kruimeldief nadoe. Maar het was allemaal glas. En nu probeer ik hem weer op te hangen. Want ik had nog een nieuw lijstje. Maar die hangt ook niet echt helemaal geweldig. Dus ik moet even kijken hoe ik dat nu het beste kan doen. Want ik ben er niet helemaal blij mee. Dus ja, dat was eventjes minder. Het zijn ook niet van die handige... Het zijn gewoon niet van die hele handige hangertjes, zeg maar, die eraan hangen. Dus dat was wel eventjes heel vervelend. Dus ik moet even zien dat ik hem weer goed terug opgehangen krijg. Ik was al aan het proberen of ik er een haakje in kon draaien. Maar die zitten zo ver dicht. Dus die moet ik eerst weer proberen open te buigen. Verder is alles wel lekker schoon. De was is ook al klaar. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Dan hoop ik dat dat glas er helemaal uit is. Vanavond kijk ik gewoon weer Goede Tijden en Merit at First Sight. Ik ga nog even een spelletje doen. De vlog uploaden en even een thumbnail maken. Een blogpost schrijven. Even dat bericht van Essence afmaken. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En dan de laatste aflevering van Chantal. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Ik ga nu even zorgen dat al het glas echt weg is. Ook voor de katten. En ja, dan zie ik jullie gewoon morgen. Want dit was gewoon eventjes een beetje een domper. Terwijl het allemaal zo lekker ging. Dus ja, helaas. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 29 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even wat op mijn lippen, maar ik heb het koud. Het is ook maar 8 graden buiten. En ik moet vandaag weer boodschappen doen. En ik had het niet erg gevonden als ik niet de deur uit hoefde. Maar ja, we moeten toch weer eventjes wat boodschappen halen. Dus hoort erbij. Ik heb gisteravond weer eventjes dat dingetje opgehangen. Waar dus dat slabbetje in zit. Maar... ik zit er nu naar te kijken en ik weet niet of het helemaal goed hangt. Ik zei wel, je merkt dan wel dat je gewoon kwaliteit van de action hebt met een fotolijstje. Want echt, dat fotolijstje viel normaal gesproken als een fotolijstje valt, verwacht je ook zeg maar dat het glas kapot is. Maar ook echt die hele lijst was gewoon kapot. Dus ik heb gisteren nog eventjes weer extra gestofzogen. Want ik denk, ja, hè, als er nog stukjes liggen van glas, dat wil je gewoon niet hebben. Toen vond ik zelfs na het douchen nog een klein stukje glas. Maar hij hangt wel weer. Maar ik zal er zo eventjes naar kijken. Ik ga toch zo even stofzuigen. Ik heb nog niet gehoord hoe laat mijn coach er is. Dus dat is nog eventjes afwachten. Dan kan ik nog eventjes mooi wat dingetjes doen. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en naar Merit at First Sight. Ik heb wel altijd het idee dat als het een beetje naar het einde toe gaat, dat het heel erg afgeraffeld wordt. En dat merkte ik nu ook wel weer. Nu heb je bijvoorbeeld aanstaande dinsdag alweer dat ze een groepsdiner hebben. En dan merk je dat je een beetje naar het einde toe gaat. En dan denk ik wel van ja, dat laatste gedeelte wordt voor mijn gevoel altijd een beetje afgeraffeld. Weet je, misschien moet je dan juist die huwelijksreizen ook gewoon ja, wat versneld laten zien. En dan ook dat je dat samenwonen gewoon echt allemaal een beetje ziet. Maar dat, je ziet er wel een stukje van, maar het is niet zo uitgebreid. Dus ja, ik vind altijd een beetje, wat ik zeg, een beetje afgeraffeld. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik een blogpost geschreven. De Essence nieuwe producten, die staan online. Nou weer bezig geweest met een persbericht. Nou, de vlog is ingepland. Daar had ik een thumbnail voor gemaakt. Toen ben ik mijn serietje gaan kijken op Netflix. En daarna de laatste aflevering van Chantal. Dat was wel een hele mooie aflevering. Ook wel bijzonder. Een beetje. Ik had het eerst niet helemaal zien aan. Ik had een kleine vermoeden. Maar het was toch een beetje een verrassing wat er gebeurde. Het is wel een hele mooie serie. Dus ik hoop eigenlijk dat er nog een seizoen 3 komt. Maar daarvoor zullen we toch de socials in de gaten moeten houden. Siri wil zich er ook mee bemoeien. Toen heb ik nog even in bed mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik ga nu nog even stofzuigen. En nog even verder met het opruimen van die kast. Want zolang ik niks hoor, weet ik toch nog niks. En dan wacht ik het wel af. En dan neem ik jullie nog wel weer even mee met boodschappen doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik zie jullie sowieso wel weer als ik terug ben van boodschappen doen.
terug van de boodschappen. Het is echt koud. Het regende ook. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb allereerst eventjes weer koffie en melk gehaald. Maar we hadden even koffie gedronken. Dus we hadden ze al nodig. Want ik had niks meer. Dan heb ik weer een zakje spinazie van de groenteboer. Ik had heel veel lege flessen ingeleverd. Dan heb ik mijn danoontje toetjes weer. Een kipfiletje voor maandag. Deze stokers die waren nu in de aanbieding, dus ik had die eventjes meegenomen. Die waren nu 50% korting bij de Plus. En heb ik weer even een voorraadje liggen, want ze zijn normaal best wel duur. Slavinken heb ik. Dan heb ik eventjes een navelsetje voor mijn scheermesjes gehaald. Deze pot Spa Body Cream. Ik vind het altijd lekker om te gebruiken. En ik kwam deze leuke stokken nog tegen bij de Lidl. 2 euro. Dat vond ik niet duur. Voor strakjes lekkere hamburgers. Oh, ik heb ook dubbel. Dat is niet duur. Ik heb er ook 4. Ik dacht gewoon dat ik er 2 had. Maar dan kunnen er weer 2 van in de vriezer. Dan heb ik weer boontjes. Nou ja. Hier is dus mijn bakker voor. Die had ik laten staan in de auto van de coach. Dan heb ik verder... Oh ja, we waren even bij de marskramer. En daar vond ik dus dit hele schattige dingetje. Kijk, deze. Die ga ik van het weekend neerzetten. Die vond ik wel heel leuk. Dan ga ik die in dat hazen open dingetje neerzetten. Maar dat laat ik natuurlijk het leven zien. Dat is nu een beetje lastig uit te leggen. Dan heb ik gewoon weer patat. En aardappelschijfjes. Verband. En chocomel. En dat was het. Verder heb ik niet zo heel veel gehaald. Want ik had ook best wel veel. Dus het was eventjes wel lekker zo. Ik ga dit eventjes opruimen. Dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar Goede Tijden. En doet hij het of doet hij het niet. Dan ga ik... foto's bewerken. En misschien nog even verder met het persbericht van Essence. Dan ga ik een serie kijken op Netflix. Ik denk dat ik sowieso ook nog wel even een spelletje doe vanavond. En dan ga ik verder met deze daad weer. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt de avond. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en wat dingen doen. En dan zou ik bij deze in ieder geval gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 1 maart. Ik ben klaargemaakt. Weer een maand voorbij, jongens. Wat gaat het hard. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. En daarna doet hij het of doet hij het niet. Dat was wel leuk. Dat was ook de laatste aflevering. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik foto's gaan bewerken. Ik moet nog wel even 1 nieuwe maken, want die was echt heel wazig. Nog even wat dingetjes gedaan, gewoon op de computer. En toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix. Ik heb vanavond de allerlaatste aflevering en ik was zo nieuwsgierig gisteravond, want het eindigde super spannend. Dus misschien dat de tranen vanavond nog gaan komen, ik weet het niet, dat gaan we zien. Maar het was echt wel heel erg spannend. En daarna heb ik nog even Hete Daad gekeken en dat was ook wel een spannende aflevering. Toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen, maar die is alweer bijna uit. Maar ik lag dus in mijn bed en ik ben natuurlijk zo blij met hoe mijn gang is. En ook gewoon heel erg benieuwd hoe mijn keuken gaat worden. Ik ga volgende week die kast in elkaar zetten. Dat gaan jullie in de volgende weekvlog even zien. Maar toen lag ik dus in bed en toen bedacht ik me ineens. Eigenlijk kan die slaapkamer ook wel een makeover gebruiken. Het staat allemaal gewoon niet heel handig. Ik heb bijvoorbeeld 1 grote kast staan. Ik zal hem jullie zo straks even laten zien. Die staat eigenlijk een beetje in de weg. Want die staat eigenlijk... De deur kan niet zo lekker open. En ik kan er op zich prima doorheen. Maar als ik er met spullen doorheen moet, is het wel heel lastig. Dus ik dacht, als ik dat nou zou kunnen verplaatsen. Als ik gewoon dingen kan gaan verplaatsen. Dan krijgt het een heel ander uiterlijk. En misschien is het dan ook wel wat overzichtelijker. Dus ik ga jullie daar vandaag in meenemen. Een soort van make-over van de slaapkamer. Ik moet wel even wat van de muur halen. Dat moet eigenlijk wel opnieuw opgehangen worden. Dat ga ik nu even niet doen. Want dan kan ik eerst even rustig een plekje zoeken waar ik het weer op wil hangen. En dan moet ik weer gaan boren. En daar heb ik gewoon even vandaag niet zo heel veel zin in. En dat hoeft ook niet. Dat kan later ook. Het heeft geen haast.
Dus dat is eigenlijk het plan. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik kon er gewoon bijna niet van slapen, omdat het zo in mijn hoofd zat. Ik kwam er wel gisteravond achter dat ik een hele grote barst heb hier in deze screenprotector. Er zit echt een gat in. Ik zat er al met mijn vinger aan. Dus ik heb even nieuwe besteld. Die is ook al binnengekomen. Dus dan kan daar weer even een nieuwe op. En nu heb ik er twee, dus dan krijg ik gewoon weer eventjes een nieuwe drop. Want ik vind het wel heel fijn, maar ja, zo'n groot gat, dat is gewoon niet zo lekker. En dat is ook niet echt goed voor je camera. Goed, ik ga nu eventjes hier gewoon even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik even alvast sop maken. En dan neem ik jullie mee met het verbouwen van de slaapkamer. Ik hoop dat het allemaal lukt. Ik hoop dat het me allemaal gezind is. Maar dat gaan we gewoon eventjes zien. De schoonmaken laat ik dan eventjes een keertje niet zien. Maar dat zien jullie al zo vaak. Weet je, dat is ook niet heel spannend meer die slaapkamer schoonmaken. Maar verbouwing is misschien wel leuk. Dus dat gaan we vandaag eens eventjes doen. Tijd voor de slaapkamer makeover. Hij is helemaal schoongemaakt. Ik begin even hier in de hoek. Ik heb dus nu mijn tafeltje hier een beetje verplaatst. Push met iets aan de kant. Mijn nachtkastje die staat nu hier. Dan staat daar dat tafeltje. Dit gaat nog weg, maar daar heb ik nu even geen plek voor. Nou, hier gewoon dan de kast. Dan hebben we hier de spiegel. Die heb ik hier nu neergezet. Hier staat nu dit kleine kastje. Daar stond dus deze. En ik zat te bedenken, ik had jullie zullen laten zien hoe dat eruit zag, maar dat ben ik vergeten, want ik ben gaan schuiven. Dus hier dit kastje. Nou, dan staan deze twee nu naast elkaar. En dan heb ik daar ineens veel meer ruimte over, waardoor ik nu gewoon lekker kan lopen. Daar zit nu mijn wasmand, dat ga ik anders wel een keer veranderen, maar voor nu is het prima. Dus ik zal hem nog even zo laten zien. Dan is de slaapkamer makeover weer, ja, klaar. Ik vind het wel een succes, ik ben er blij mee. Ja, helemaal top. Zo, mijn camera is leeg, de batterij, dus ik film eventjes met mijn telefoon nu.
Ik ben best wel zat, maar ik ben eigenlijk wel heel blij mee. Het is nog niet helemaal perfect. Er moeten hier en daar nog wat dingen veranderd worden. De sporttas die gaat er bijvoorbeeld uit. Die sportattributen ga ik helemaal onderin die ladekast leggen. Maar dat moet ik allemaal nog even netjes ordenen. Ondergoed is wel zo goed als klaar. Maar ik moet bijvoorbeeld nog eventjes verder met de onderste la en de sokken en zo. Mijn staart is helemaal naar de zijkant geschoven. Zoveel inspanning. Maar die kast die ging er eigenlijk heel makkelijk in. Niets is zo veranderlijk als een mens, zeggen ze wel eens. Nou, dat klopt, want ik zei heel leuk toen ik de vlog opende. Nou, ik ga niet boren, daar heb ik echt geen zin in. En dat heb ik toch gedaan, want ik heb toch mijn tissuehouder opgehangen. En ik had zeg maar één zo'n plankje waar ik nagellakjes in bewaar. Die hing heel scheef. Die heb ik ook gelijk eventjes recht gemaakt. Dus nu is alles klaar. Ik ben er echt heel blij mee. Het is wel geworden zoals ik wil. Het past allemaal ook makkelijk. Dus het is echt wel heel fijn. Ik moest alleen eventjes een beetje spelen met het inrichten van de bovenkanten. Omdat ik, ja, daarvoor had ik zeg maar daar meer ruimte voor. Omdat ik daar ook plankjes heb hangen. Maar dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Ik ben er echt super blij mee. Echt heel fijn. Lekker mijn bedje overschoond. Ik heb alles ook gewoon schoon kunnen maken. Dus eigenlijk heb ik het allemaal in dezelfde tijd gered als dat ik normaal mijn slaapkamer doe. Dus doorpakken helpt dan wel. Maar kijken hoe echt die lippenstift uitloopt. Maar goed, ik ga zo eerst even wat drinken. Want ik heb hartstikke dorst. En ja, dan ga ik nog eventjes lekker relaxen. Want daar heb ik wel even zin in. Dan ga ik lekker douchen en eten. Ik moet eventjes nog mijn nagels doen. Want ik moet morgen nog een video opnemen. En dat vind ik gewoon netter met nette nagels. Vanavond is het weer tijd voor Flikken Maastricht. Waar ik heel veel zin in heb. Dan ga ik daarna weer lekker nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten. En mijn blogpost schrijven. Dus nog even die nieuwe video of foto maken. Misschien nog even wat op de computer doen. Dan ga ik lekker de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. En daarna ga ik verder met de serie van Patty. En dan ga ik in bed om mijn boek te lezen. Maar ik denk dat ik hier heerlijk van kan gaan genieten. Ik hoop in ieder geval dat jullie het ook leuk vonden om daar gewoon een keer in meegenomen te worden. Met een beetje zo'n make-over van zo'n ja, slaapkamer of make-over. Gewoon dat je dingen verandert. Wie weet haal je er inspiratie uit. Het is nog niet perfect, dat weet ik. Het kan altijd beter, maar voor nu ben ik er wel heel erg blij mee. Dus ja, nou dat. Ik ga dus nu lekker relaxen. Dus ik zeg bij deze tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 2 maart, ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. Ik moest nog even een trendeditie opnemen van Essence van de Love, Luck & Dragons collectie. En dat heb ik vandaag even gedaan, want daar had ik gisteren geen tijd voor omdat ik die slaapkamer heb verbouwd. Maar die staat er nu op, dus die komt. Als deze vlog online komt, staat die al online. Maar daar ben ik ook weer dankbaar voor als het altijd weer gelukt is. Ik snap het alleen niet. Ik had de camera opgeladen, want de een of andere manier is het niet helemaal goed gegaan. Want hij gaf toch aan dat hij leeg was. Hij zit nu dus aan het opladen, dus ik zit nu aan een soortje. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Flikken Maastricht. Het was weer een super mooie uitzending. Ja, ik kan er toch, ik blijf ervan kunnen genieten. Ik weet het niet wat dat is. Het is altijd zo'n mooie serie waar ik gewoon echt heel blij van word. Dus dat was echt weer fantastisch. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. Heb ik mijn blogpost geschreven. Ging allemaal goed. Ik heb weer een collectie van Essence ingepland. Die komt zondag online. Dus ik ben best wel weer druk geweest. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Hij was heel mooi, maar ik blijf erbij. Ik had dus gehoord dat mensen zeiden, ja, pak je zakdoekjes er maar bij. Ik heb er dus niet om moeten huilen. Er zijn bij mij geen tranen gevallen en dat is niet omdat ik ongevoelig ben. Want er zijn echt wel series waar ik ook echt wel bij kan huilen. Maar bij deze serie had ik het niet. Nou ja, het is ook niet heel erg. Maar dan denk ik van, kun je toch wel zien dat mensen verschillend zijn. Want bij mij kwam het dus gewoon niet. Maar dat geeft ook niet. En daarna heb ik gekeken naar de tweede aflevering van Patty. En toen ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. Ik ben ook alweer met een nieuwe begonnen. Ik heb niet zo lekker geslapen. Ik had wat last van geluidsoverlast en zo. En ja, dat voelde niet heel prettig aan. Ik moet wel zeggen dat ik zo blij ben met mijn slaapkamer. Nu met sporten ook. Ik heb hier zo lekker de ruimte. En ja, zo fijn eigenlijk. Doordat je wat kleine veranderingen aanbrengt, dat het gelijk een stuk anders oogt. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik moest wel even wennen dat mijn nachtkastje nu heel dicht bij mijn bed staat. Die stond altijd in de hoek. Maar dat is op zich niet erg. Dat went ook alweer snel. Ik ben er nog steeds heel blij mee. Ik ga nu hier even stofzuigen en dan gaan we gezellig de paasspullen neerzetten. Want het is eind deze maand natuurlijk al Pasen. En ik vind het tijd om de spulletjes neer te zetten. Dus daar ga ik jullie gezellig in meenemen. Dus als ik stofgezogen heb, ga ik gezellig een muziekje aanzetten. En gaan we eens eventjes wat gezellige paas weer in huis maken. Want daar heb ik wel zin in. Dus ik neem jullie mee. MUZIEK
Thank you.
Oké, de paaspulletjes. Voor mijn gevoel had ik altijd 4 takken, maar blijkbaar zijn het er 2, want meer kan ik niet vinden. Waardoor die er nu best wel vol uitziet, maar ik vind het wel leuk. En ik heb er dan ook lampjes in gemaakt. Dus dan ziet het er zo uit, maar ik dacht echt dat ik er meer had. Dus dan moet ik eigenlijk eventjes mijn andere vlogs terugkijken, anders weet ik gewoon dat er eentje dus weg is. Nou, gewoon verder alle spulletjes. Ik vind het wel jammer, want deze is toch, hij ziet er toch wel heel anders uit. Eigenlijk heb ik een beetje spijt van dat ik die andere mijn bloemetjes niet heb meegenomen. Ook deze staat er, daar heb ik ook lichtjes in verwerkt. Ja, het zijn een beetje grote lichtjes, maar op zich eigenlijk zou het leuker zijn als je het alleen erachter had. Maar dat werd een hele grote kluw. Dus ik heb het nu maar zo gedaan. Maar het was leuker geweest als je alleen, ja, misschien dat ik het nog kan veranderen. Nou, de paaseitjes staan er. Dan heb ik hier alleen eventjes deze neergezet. Dus dat is ook wel leuk. Verder heb ik de stickers erop gedaan. Ja, ook wel leuk. Ik hoop alleen dat het goed blijft zitten. Dus dat. En dat heb ik dus ook nog in de keuken gedaan. En dat ziet er dan zo uit. Beetje druk, maar op zich prima. En ik heb de potten nog gedaan. Dat zal ik ook even laten zien. Daar heb ik ook wat stickertjes op geplakt. Hier zo. Deze zit vol stickertjes. Daar komen ook nog echt wel paaskoekjes in en zo. Dus dat is die. Dus ligt er al eentje af. En deze. Maar hier, dat ga ik allemaal nog vervangen. Maar voor nu is dit dus even de paasafdeling. Hier hangen ook nog paashangers. Dus nou ja, allemaal wel gezellig zo. Zo, ik ben wel tevreden met alles wat ik heb kunnen doen. Ik ben wel blij dat alles weer staat van de paas. Ik vind het ook leuk, dus het is altijd wel weer gezellig. Ik denk inderdaad dat ik die nog eventjes ga veranderen, dat haasje. Want dan denk ik toch dat ik die lampjes erin probeer te verwerken. Maar ja, alles is weer gelukt. Dat is ook het enige wat ik vanmiddag heb gedaan, want er ging best wel tijd in zitten. Maar dat geeft niet. Nu hangt de was er natuurlijk nog, maar die gaat er ook nog af vandaag of morgen. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eens lekker douchen en eten. Ik ga mijn nagellak er even afhalen, want die had ik er alleen opgedaan voor de video. Dan ga ik vanavond weer kijken naar weet ik veel. Ik hoop dat ik weer een goed cijfer heb. Het is toch altijd wel weer eventjes leuk. Dan ga ik nog even een spelletje doen, want er was een update gekomen van Disney Dreamlight Valley. Even kijken of ik dan een beetje verder kom. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En ik moet een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. Ik heb echt nog geen idee waar ik zin in heb of wat mijn aandacht trekt. Dus dat ga ik even zien. En dan ga ik nog eventjes dubbel leven kijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Maar voor nu ben ik wel weer heel blij. Ja, dat kleed hangt ook niet helemaal hier van het. Het zit allemaal wel, maar het zit allemaal niet zo perfect als dat ik het graag wil hebben. Maar ja, goed, je kan ook niet alles perfect hebben. En zelfs 's nachts moet ik natuurlijk wel de breekbare dingen wegzetten, want anders gaan de katten ermee aan de haal. Ik weet gewoon hoe dat gaat. Maar ik snap er echt niks van. Ik dacht echt dat ik 4 takken had.
ik moet toch nog eventjes goed kijken. Anders even een oude vlog terugkijken van hoeveel takken ik toen al. Maar ik dacht echt dat ik er 4 had. Ik vind 2 een beetje gek, want nu zitten ze heel vol. Want dat had ik voor mijn gevoel nooit zo. Nou ja, goed, ik ga het wel even nakijken. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken en lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik in ieder geval tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 3 maart. Ik heb net Ajax gekeken. Die hebben gewonnen met 2-0, dus die hebben al gespeeld. Ja, Mickey. Het is echt onwijs zondag, dus ik zit even een beetje een goede hoek te zoeken, waardoor ik een beetje op een normale manier kan filmen. Er gaat nu ook een topper van start, die is niet op televisie. PSV tegen Feyenoord. Volgens mij als PSV dit weer wint, volgens mij zijn ze dan ook al echt kampioen. Volgens mij kan Feyenoord ze dan niet meer inhalen. Tenminste, als ik dat zo uit het bericht begrijp. Ik heb gisteravond weer, weet ik veel, gespeeld. Ging op zich prima. Ik had helaas net geen voldoende. Maar het was op zich wel leuk om weer even mee te doen. En dat het nu goed gaat. Maar dat is altijd zo tegen. Als je een beetje tegen het einde loopt, dan gaat die app in één keer wel goed werken. Maar ja, goed. Dat heb je soms. Ik heb nog even een spelletje gedaan. En ik heb ook een deel van Help mijn man eens klussen gekeken. Want dat was heel heftig. Er was een man die, die was ook ziek. Ik heb het nog niet afgekeken, dat ga ik vanavond even doen. Maar die was dus ziek en hij wist ook al wel dat hij zou kunnen gaan overlijden. Maar dat huis was dus totaal niet af en het was voor hem ook wel een wens dat hij dan uiteindelijk zijn vrouw en zijn kindje goed achter kon laten. Maar dat was best wel heftig en dan zie je ook best wel eigenlijk dat hij toch wel een beetje over zijn grenzen heen gaat. En terwijl er echt wordt aangegeven wat je niet kan geven het aan. Ze hadden ook wel extra mensen ingeschakeld, maar best pittig. Maar ik weet dus nog niet hoe het verder afloopt. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Toen heb ik een nieuwe serie uitgezocht. En ik zal heel even kijken, want ik had daar een screenshot van gemaakt. Het is ook weer een nieuwe serie. En hij was al even voorbij gekomen. En eerst dacht ik, ik weet niet of ik het wat vind. Maar ik ben er toch naar gaan kijken. Even kijken of ik hem terug kan vinden. Ik zal even de app openen of ik hem hier tussen zie staan. Griselda, ja, het is ook een beetje met drugs en zo, wat ik zo begreep. Ik heb 1 aflevering gezien, ik vond het wel spannend, dus ik ben wel benieuwd naar de rest. En daarna nog even dubbel leven, toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En toen ben ik gaan slapen, maar dat lukte eigenlijk niet zo goed. Ik kon mijn draai niet vinden, ik lag maar te draaien van de ene naar de andere kant. En nee, dat was niet echt heel erg lekker. Gisteren kregen we trouwens nog wel foto's binnen van mijn opa. Die had lente op schoot. Dat was 3 jaar geleden. En waren zulke lieve foto's. En dan mis je hem weer nog erger. En ik denk er echt nog elke dag aan hem. Ook gewoon wel. En dan denk ik van, dan zie je die foto's. En ja, wat een gemis is dat dan. Maar ja, helaas wordt het bij het leven. Dus zo. En afscheid nemen. Ik ga zometeen even boven aan de gang. Dan doe ik de groenten doe ik dan even vanavond weer afhalen. Want dat kan ook prima. Kan ik wel even bij de televisie doen. Dus dat is op zich geen probleem. Maar dan kan ik boven eventjes lekker verder. En daar heb ik op zich wel zin in. Ik hoop tenminste dat ik een beetje weer inzicht heb. En dat ga ik eens eventjes doen. Ik heb nog wel eventjes dat haasje veranderd. Dat zal ik nog wel eventjes laten zien aan jullie. Want ik zei gisteren dat ik niet helemaal blij was met die lichtjes zo. Maar dat zal ik zo even laten zien hoe dat er nu uitziet. En straks gewoon even foto's maken. Dus ik laat straks de fotospullen zien. Maar ik ga nu eerst even stofzuigen en dan tuig ik even naar boven. Ik heb de lampjes er nu gewoon zo in verwerkt. Dus dan heb je wel gewoon een grappig leuk effect. Deze komt nu wel iets meer naar voren, maar is op zich niet erg. Ik vind het toch leuker als dat hij er zo op stond. Dus ik vind het wel leuk zo. De fotospullen. Ik heb hier de Hello Good Stuff Fresh Glow Peel Off Mask. Het lijkt me wel lekker om even een keer weer te gaan proberen. Dan heb ik hier het Blossom Glow Eye and Cheek Palette van Catrice. En hier die Anti-Frizz Stick van de Action. Die, waarmee je dus ook je wenkbrauwen kan doen, maar ook je haar netjes kan maken. Dus ik ben heel benieuwd. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Zo, ik heb deze nog weer even opgehangen, want die had ik vorig jaar van mijn moeder gekregen. Die was vergeten op te hangen, die hangt nu ook weer. Dus dat is ook wel weer leuk. En ik heb hier nog een haasje neergezet. Die had ik ook nog ook een keer van mijn moeder gehad. Dus die heb ik hier ook nog even neergezet. Dus dan hangt dat ook wel weer. Staat het ook weer leuk.
Zo, ik ben klaar. Het wilde even niet zo vlotten zoals ik het in mijn hoofd had, maar ja, misschien ben ik gewoon de afgelopen dagen ook een beetje te druk geweest en dan voel ik de energie wel om dingen te gaan doen. En ja, het komt er even niet uit, maar ik wil dat ook gewoon heel graag zelf doen, die kamer, omdat ik dan precies weet wat ik waar neer wil zetten. Komt uiteindelijk goed. Het begin is er, maar het gaat gewoon eventjes duren. Foto's zijn wel klaar, dus dat is ook fijn. Ik moest nog even die foto's van vorige week afmaken. Want vorige week was de camera natuurlijk leeg. Toen kon ik niet meer verder. En die heb ik ook gelijk afgemaakt. Ze dus is allemaal wel goed gegaan. Volgens mij is het 1-1 maar die ene wedstrijd. Maar ik denk dat ik vanavond even sport kijk. Dan kan ik even de hoogtepunten zien. Dan kan ik ook gelijk even de eerste helft van Ajax terugkijken. Want dat had ik zelf niet gezien. Mijn staart is weer uitgezakt. Hij gaat dan altijd naar de zijkant. Bijzonder altijd. Kwartjes hebben net lekker gegeten. En ja, blij, leuk. Ik bedacht me ineens. Mijn moeder die stuurde ook een foto. Die had ook een paasvensterbank gemaakt. Heel leuk. Ik zeg, oh, ik ben wat vergeten. Ik moet die krans nog ophangen. Dus die heb ik ook gelijk even opgehangen. Dus dat is allemaal ook wel weer fijn. Dus ja, nou, nu allemaal wel lekker. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik heb een beetje last van mijn buik. Ik denk dat ik even een maskertje op ga doen. Dat is misschien wel lekker. Misschien dat ik gelijk wel even dat nieuwe masker ga proberen. En want dan ga ik straks ook even scrubben. Dan heb ik gewoon echt, voelt misschien mijn huidje weer heel lekker zacht aan. Vanavond ga ik even Steenrijkstraat Arm terugkijken. En eventjes help mijn man eens klussen afkijken. En ik hoop nog even verder te gaan weer met Disney Dreamlight Valley. Dus nou dat. Ik ga foto's bewerken. Uiteraard ga ik verder kijken naar die serie die ik echt heel leuk ja, of mooi vond. En dan ga ik weer verder met Heterdaad. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Nu wel een leuk boek. Ik dacht eerst in instantie, oh, vind ik het wel leuk. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel leuk. Dus dat is even voor nu de planning. Dus ik ga even nog wat drinken en dan ga ik dat eventjes doen. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Straks ook douchen en eten en zo. En dan vanavond gewoon lekker relaxed op de bank. Altijd wel lekker. En ja, sowieso even mijn nagels lakken, want die nagellak die had ik eraf gehad. Ik zie hier en daar nog wat gele dingen, dus die moet ik eigenlijk nog even goed weghalen. Of groen. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon ja, morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 4 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb zo'n meh dagje. Ik heb wel op zich wel heel goed geslapen, maar ook heel diep. En ik ben eigenlijk gewoon heel vermoeid, merk ik. Mijn lichaam die heeft er eigenlijk even niet zo heel veel zin in. Ik ging met hoofdpijn slapen. Ik had wel daarvoor een aspirine genomen. Maar merk toch dat ik het weer licht een beetje heb. En dat ik gewoon eigenlijk heel vermoeid ben. Maar goed, we moeten wel gewoon door natuurlijk. Dus ik hoop dat het gewoon de komende dagen weer wat beter gaat. Het is vandaag ook weer wat meer bewolkt. De afgelopen dagen hebben we best wel veel zon gezien. En nu is het weer een beetje een bewolkt dagje. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Was wel een leuke aflevering. Was ook de laatste. Daarna heb ik even help en mannisch klussen afgemaakt. Ja, heel mooi resultaat geworden. En ja, ik vond het een hele bijzondere aflevering. Ik heb mijn nagels ook gedaan. Ze zijn roze. Dat is dat lakje. Deze. Ik moet wel zeggen, ik vind niet dat hij overal even mooi dekt. Ik vind soms wel dat je wat witte plekken ziet. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dat had ik bij die andere ook. Dit is trouwens de kleur 04 Iconic Nude. Maar ik vind hem meer roze. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even twee nieuwe maken. Die waren niet mooi geworden. Toen heb ik nog eventjes een deel van die thumbnail gedaan voor de video van morgen. En toen ben ik de serie op Netflix gaan kijken. En na Heterdaad. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik wel even mijn boek gelezen. Maar toen ben ik ook vrij snel in slaap gevallen. Ik was echt heel erg moe. Nou ja, goed. Nu ga ik zo ook even een was aanzetten. En dan ga ik de kattenbak even doen, de gang en de douche en even nog een was opvouwen. Ik had trouwens wel even zo'n nieuwe erop gedaan. Ik had natuurlijk laten zien dat hij heel erg kapot was. Ik heb er nu even nieuw op gedaan. Ik dacht, dat moet ik ook gelijk even doen gisteren, want ik heb die dingen niet voor Jan Doedel gekocht. Dus dat. Nou ja, ik ga nu maar gewoon eventjes aan de gang muziekje aan. Ik neem jullie gewoon eventjes mee en dan hoop ik dat ik straks wat fitter word. Maar voor nu is het gewoon eventjes nog niet alles. Maar goed, gaat hopelijk goed komen. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Poeh. Het was best pittig hoor. En als je, vooral als je dan al een beetje moe bent. Dan kreeg ik het op een gegeven moment heel erg warm. Want ik heb dus een jurkje aan. Maar die heeft dus een mouwtje tot hier ongeveer, zeg maar. Dus niet lang genoeg. Dus ik dacht, ja, ik vind het gewoon te koud voor een driekwart mouw. Dus ik had er een vest overheen aangetrokken. Dat gaat op zich best. Maar ja, dan krijg je het op een gegeven moment toch warm. Maar alles is weer lekker, lekker schoon. De douche, de gang, de bakken zijn weer schoon. Het ruikt weer allemaal lekker fris. Ja, ik ben allemaal wel weer tevreden. Ik moet eigenlijk alleen nog even die drogere keer goed poetsen. Maar daar had ik echt eventjes de energie niet voor. Omdat die was opgevouwen is. Mijn andere was er nu bijna klaar. Maar ik moet van de week echt flink doorwassen. Want het is echt veel. Maar dat komt wel goed. Dat ga ik gewoon eventjes doen. Nu ga ik zo eerst weer even wat drinken. Want ik heb ook heel erg dorst steeds. En dan ga ik straks eventjes... zometeen eerst eventjes lekker relaxen als ik wat heb gedronken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb de spinazie al in het water gezet, hebben jullie kunnen zien. Ik kan dat even schoonspoelen. En dan moet ik het straks nog even een keer goed wassen. En dan heb ik dat lekker. Dat is ook altijd wel goed. Lekker veel ijzer natuurlijk. De kip blijft leeg erbij van die aardappelpartjes. En is het prima. Vanavond kijk je gewoon goede tijden. En daarna heb je weer Chateau Meiland Vips. Ik neem weer eventjes Help Mijn Man Is Klusser op. Want ik wil ook de laatste aflevering nog wel even zien. Dan kijk ik er van de week wel even terug. Ga nog even een spelletje doen en dan ga ik de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven, nog even gauw die twee nieuwe foto's maken, maar dat komt goed. En dan ga ik lekker een Netflix serie kijken, heet dat. En dan ga ik naar bed om een boek te lezen en dan denk ik dat ik weer snel vertrokken ben, nu al zo moe. Ik zit te denken, zou ik weer een aspirine nemen, maar worden we heel veel aspirine steeds. Moet nog even over nadenken. Ik ga nu in ieder geval eerst even wat drinken. En dan ga ik lekker relaxen. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 5 maart. Ik heb een beetje last van mijn oog. Ik heb het idee dat er wat in zit. Ja, ik ben dus al klaargemaakt. Dus ik durf niet zoveel in dat oog te wrijven. Maar ik heb het idee dat ik daardoor ook wat minder zie. Maar ja, ik weet niet wat het is. Net of er een beetje een waasje voor zit of zo. Ligt niet aan de bril, want die heb ik net schoongemaakt. Maar nou, het zal wel weer loslopen. Ik heb het vestje aan die ik bij de H&M had gekocht. Het is vandaag wat frisser.
merk het in huis. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Het is 10 graden op zich niet ja, heel fris, maar het is ook wel zwaar bewolkt. Dus je ziet echt wel dat het bewolkt is. Zo, er is hier iemand heel ergens in deze huizen heel druk bezig met van alles van zich af te gooien en weet ik het allemaal. Ik hoor heel veel harde geluiden. Ik weet niet of jullie dat hoorden wat er net gebeurde, maar daarom was ik even stil. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. En daarna naar Chateau Meiland Vips was wel weer leuk. Ik vond het wel weer leuk om te zien. Wel heel druk, want het waren ja, twee vrouwen en... Betty Bart en Debbie van de BNB Vol Liefde. En die kunnen allebei wel behoorlijk kwebbelen. Dus het was wel dat je echt dacht, inderdaad, een kippenhok. Dan zit je er niet eens zelf bij. Laat staan dat je er zelf tussen moet zitten. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet en nog even die thumbnail afgemaakt. Het was nog best wel even veel werk, maar het is allemaal wel gelukt. Ik heb ook mijn blogpost geschreven. Die foto's even opnieuw gedaan. Is allemaal gewoon goed gekomen. Dus dat is fijn. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ja, heel tof. Het ziet er nu wel. Het begint er wel wat slechter uit te zien, deze serie. In het geval dat alles een beetje mis dreigt te lopen. Maar ik vind het op zich wel interessant. Laat ik wel vooropstellen: ik heb zelf niks met drugs en zo hoor. Absoluut niet. Ik heb het nooit gebruikt en wil het ook absoluut niet. Maar ik vind het dan wel om in een serie te zien best wel interessant hoe dat in die wereld er een beetje aan toe gaat, zeg maar. Ja, gewoon omdat je er zelf gewoon absoluut niks van weet. En dat houden we ook lekker zo. Maar als je dan zo'n serie ziet, dan denk je nou, als dit echt in het echte leven ook zo gebeurt, dat is best wel heftig. En daarna nog hete daad. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een deel van mijn boek gelezen. Toen ben ik ook vrij snel in slaap gevallen. Want ik was natuurlijk gisteren al heel erg moe. En ja, dat blijf ik wel een beetje houden. Maar nou ja, wie weet als straks het voorjaar eraan komt dat het ook weer wat beter gaat. Ik hou wel altijd heel erg van de winter. Maar ik merk altijd wel dat ik dan wat meer vermoeid ben. En ik weet niet zo goed waar het door komt. Mocht het echt gewoon aanhouden, kan ik natuurlijk altijd nog een keer naar de dokter gaan. Maar dan weet ik al wel wat ze zeggen. Dan zeggen ze, gaan mijn bloed prikken. En dat vind ik altijd zo eng. Ik ben eigenlijk al een beetje bang voor ja, naalden. Dat is ook niet helemaal waar. Want als ik een piercing laat zetten... ja, ik vond het altijd wel een beetje spannend, maar dat deed ik dan vrijwillig. Maar mijn bloed prikken dan waarschijnlijk moet. En ik hou niet zo van bloed. Dus nou ja, heel krom verhaal eigenlijk. Ik ga zo meteen een video opnemen en daarna ga ik nog even diamond painten. En dan is het ook gewoon een beetje een lekker rustig dagje. Vind ik ook wel lekker. Ik had mijn coach ook al gesproken. Die had al even geappt hoe laatst donderdag zou zijn. En nu komt ze volgende week dinsdag, want volgende week donderdag heeft ze wat. En dan kwam ze op dinsdag. Nou, ook prima. Thank you.
Zo, alles is wel weer gelukt. De video staat erop. En ik heb even lekker diamond painting gedaan. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik hem af zou krijgen. Dat is nog niet gelukt. Maar het schiet wel op. Dus nou ja, prima. Maar toen gingen er weer wat steentjes over de vloer. Dat gebeurt me nog wel eens. Dan leg ik mijn pen verkeerd neer. En dan komt hij net in het bakje. En dan zijn alle steentjes zo. Overal heen. Dat is altijd wel heel vervelend. Dus kun je weer steentjes gaan rapen. Maar goed, misschien hebben meerdere mensen dat wel. Die ook diamond painting doen. Ik had mijn haar gedaan, maar het zakt heel erg uit die zijkanten. Dat is, het is het allemaal net niet. Dus dat was niet zo'n heel goed idee. Ik vond het idee wel leuk, maar het blijft gewoon niet zo goed zitten bij mij. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen, want ik ben een beetje moe. Ondanks dat ik niet heel veel heb gedaan, ben ik gewoon een beetje moe. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer naar Goede Tijden en daarna weer naar Meredith Versailles. Ik ben wel benieuwd hoe het nu weer verder gaat. Ik kan me er toch elke week wel weer op verheugen. Ik weet niet wat dat is. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken en de foto's bewerken. Dan ga ik lekker verder met de Netflix-serie en daarna weer hete daad. En dan ga ik lekker de bed toch even mijn boek lezen. Ik denk dat ik vrij snel ga slapen. Ik zie wel heel erg dat, dit is echt heel vervelend, nu zie ik weer dat kleed, zeg maar. Kijk, dat kleed, dat kruipt omhoog. Dat is niet de bedoeling. Dus ja, ik kan hem nou ook niet echt lekker, heel voorzichtig recht trekken. Maar heel voorzichtig, niet zo hard. Tuurlijk, sta ik weer met mijn voeten op een van die kattenbakjes. Gelijk ook zo even opruimen, dat is ook een drama. Goed, dat moet ik eventjes verder weer proberen op te lossen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je weer leuk vond om te zien. Best wel veel gedaan deze week. Maar ook gewoon best wel vermoeid. Dus ik hoop toch dat het snel een beetje wegtrekt. Maar dat moeten we wel gaan zien. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En je kunt je natuurlijk altijd gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken aan het einde van de video. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. En als je dan ook op het belletje klikt, krijg je melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!